Net voor de zomer zette DAF de nieuwe standaard met een volledige nieuwe serie trucks. De nieuwe XF, XG en XG Plus bieden de hoogste kwaliteit, een 10% lager brandstofverbruik, een volledige reeks passieve en actieve veiligheidsvoorzieningen en de overtreffende trap in luxe. Ze vormen de nieuwe maatstaf op het gebied van efficiëntie, veiligheid en chauffeurscomfort. Het project van de nieuwe DAF is het grootste project van DAF uit de geschiedenis. We hebben op 9 juni, was de officiële introductiedatum, waarop we de DAF tentoongesteld hebben aan de rest van de wereld. En vanaf die datum zeg maar, kunnen mensen hier naartoe komen om de auto te zien. De eerste testritten beginnen nu te lopen. De demo's zijn uitgeleverd aan de dealers. En dus de eerste testresultaten komen nu ook naar buiten. En de mensen zijn laaiend enthousiast over de nieuwe auto. Door uitgebreide simulaties en tests op de weg creëerde DAF een optimaal voertuigontwerp. Dit resulteert in een verlenging van de cabine aan de voorzijde met 160 mm en voor de topmodellen XG en XG Plus ook nog eens 330 mm extra lengte aan de achterzijde. Deze auto is geheel ontwikkeld in het kader van de nieuwe EU-wetgeving, nieuwe maten en gewichten. We hebben de lengte aan de voorkant genomen om de aerodynamica toe te voegen. We hebben de lengte genomen aan de achterkant om chauffeurscomfort toe te voegen. En daardoor resulteert dit in een auto die 10% minder brandstof verbruikt dan de vorige generatie. De nieuwe cabines hebben een taps toelopend en glad ontwerp met op elkaar aansluitende cabinepanelen, waardoor de luchtstroom langs de carrosserie glijdt en de luchtweerstand minimaal is, zelfs als de wind onder een hoek staat. De grote voorruit is gebogen en heeft een naadloze verbinding met de A-stijl. De voordelen van de nieuwe systemen die uiteindelijk toegepast kunnen worden op deze auto zijn tweeërlei. Aan de ene kant het DAF Corner View systeem wat we hebben, wat de dode hoekspiegel vervangt en de trottoirspiegel vervangt, wat een veel beter zicht geeft en dus meer verkeersveiligheid geeft voor kwetsbare weggebruikers. En aan de andere kant de hoofdspiegels die vervangen kunnen worden door het DAF Digital Vision systeem, wat uiteindelijk veel meer direct zicht naar buiten geeft en een betere beleving van wat er om de auto heen gebeurt, wat uiteindelijk de veiligheid ook ten goede komt. En het heeft een positief effect op het brandstofverbruik. De cabines zelf kregen trouwens ook een grondige makeover. Op basis van de input van chauffeurs werd een volledig nieuwe cabine en interieur ontwikkeld voor de nieuwe generatie DAF. Met de voorruit die enorm ver naar beneden doorloopt, met enorm zicht, een onovertroffen slaapcomfort tijdens het slapen en een werkomgeving met goede materialen, kwalitatieve materialen. Een stille en comfortabele cabine komt uiteraard de veiligheid van de chauffeur, maar ook van de medeweggebruikers ten goede. Een sterrenhotel versus de nieuwe cabine van de DAF. Een keuze die snel gemaakt is.